Altena Bruis, vertel eens, hoe is het ontstaan? September vorig jaar hebben alle drie de gemeenten, alle verenigingen, stichtingen uit de gemeentes aangeschreven van wij willen wat evenementen, activiteiten organiseren op weg naar 1 Altena. Wie helpt ons daarbij? Nou, een groot aantal verenigingen en stichtingen hebben daarop gereageerd en daar zijn we echt mee verder gegaan. En zo zijn eigenlijk de evenementen ontstaan in het kader van cultuur, muziek en bewegen die we de komende periode ook gaan organiseren voor Altena Bruis. Als inwoner van Altena kun je verschillende routes hardlopen, wandelen, fietsen en racefietsen. Dat is allemaal in Altena en hier op het terrein in Babyloniebroek. Kun je voetgolfen, tennisgolfen, je kunt springen op een springkussen. Je kunt heerlijk genieten van lokale streekproducten. Er komen een aantal demonstraties straks nog. Eten, eens de kern van 7 dorpen. Valt straks onder Altena. Maar ons dorp zit vol historie, kom het niet te na. Straks vallen we onder gemeente Altena, waar het is en blijft eten voor en na. Ik zou zeggen, we hebben jarenlang samengewerkt met elkaar. We hebben jarenlang uiteindelijk ook een verlangen naar elkaar gehad. Hè. En nu vind ik dat het moment van hunkering is aanwezig. En die hunkering die komt vandaag bij elkaar samen in het bewegen met 21 kernen. En elk dorp heeft dat verwoord in een prachtig gedicht, waardoor ze zijn trots naar boven komt. En het is altijd zo, als je niet houdt van jezelf, hou je ook niet van anderen. Ons eiland is één en wordt nog ener. Slagvaardig als een arend verschikken 21 zwanen hun veren. Met fluitgierende vleugelslag vlieden zij over hun gebied richting het zonlicht. Daar sussen zij de schemerende mist tot één helder areaal met immer ruimte voor Altenaars origine. Het is vandaag het startschot, het is vandaag het begin, maar er komt nog veel meer, tot zelfs begin volgend jaar toe. En als ik van mezelf een droom mag uitspreken, dan hoop ik dat Altena Bruis niet eenmalig is, dat we dat jaarlijks terug laten komen, want het is een prachtige symboliek om die 21 kernen echt met elkaar te laten verbinden. Wat een spetterend optreden, dames en heren, Fossie drukt op de rode knop! And I do.